Goedemiddag. In Exaarde in Lokeren is er een schietpartij geweest. De dader houdt zich schuil in een huis. Een onbekende Russische verzetsgroep zou de aanslag van gisteren in Moskou opeisen. En in het voetbal verliest Standaard thuis van Oud-Heverlee Leuven. In Exaarde, een deelgemeente van Lokeren is dat, zou een man zich verschanst hebben in een woning na een schietpartij. Hij zou een andere man verwond hebben die nu vecht voor zijn leven. Er is veel politie aanwezig bij de woning om de dader in te rekenen. En voor ons staat daar Carolien van den Bergen. Carolien, goedemiddag. Er is nog heel veel onduidelijk, maar weet jij iets meer intussen? Ja, Annelies, het zou gaan om een incident dat zich afspeelt in de relationele sfeer. Dat hebben we via buurtbewoners vernomen, want de politie geeft voorlopig nog geen officiële commentaar, omdat de operatie hier rond de woning waar de dader zich verschanst nog aan de gang is. Ook aan omwonenden is voorlopig gevraagd om binnen te blijven, zodat die operatie in alle rust zou kunnen verlopen. De bedoeling is natuurlijk om die dader zich te laten overgeven, zodat hij zonder bloed vergieten naar buiten zou komen. Nu, vanmorgen vroeg had het slachtoffer, dat is een man van 42, blijkbaar een ontmoeting met die dader. En die dader is een man die blijkbaar een relatie heeft gehad met de vrouw van het slachtoffer. Hoe het dan uit de hand is gelopen, dat weten we niet. In elk geval is er dan gevuurd. Het slachtoffer, dus die man van 42, is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. En vervolgens heeft de dader dan van die schietpartij zich verschanst in een woning hier in de wijk achter mij. Dus de politie is inderdaad massaal ter plaatse. Speciale eenheden ook die proberen om die man nu uit dat huis te krijgen. Over de toestand van het slachtoffer is er nog wat onduidelijkheid. De politie wil ook daarover nog geen verder informatie geven. Dus we volgen het hier op de voet, Annelies, en berichten erover in de volgende journaals. Ja, het is er duidelijk nog niet afgelopen. Dankjewel, Carolien. Binnenkort kunnen leerlingen ook op school terecht voor psychologische hulp. De Centra voor Leerlingenbegeleiding bieden nu al hulp bij psychische problemen. Maar de nood is groot en daarom zullen er onafhankelijke psychologen ingeschakeld worden na de lesuren. De bedoeling is om psychische problemen vroeger op te vangen en aan te pakken. Het is al vaak gezegd en de wachtlijsten bij psychologen bewijzen het. De nood aan psychologische ondersteuning bij jongeren is groot. Maar de drempel om hulp te zoeken is voor velen hoog. Jongeren vanaf het secundair onderwijs eigenlijk, waar wij toch van zien dat er al heel wat jaren toch wel een toename is eigenlijk van het aantal psychologische problematieken. En net door vroeger te gaan inzetten op het ondersteunen van de jongeren willen we vermijden dat problemen altijd maar ernstiger worden. De Centra voor Leerlingenbegeleiding bieden nu al een vorm van psychologische ondersteuning aan, maar die is niet voldoende. Daarom kunnen er na de schooluren extra psychologen ingezet worden om bijvoorbeeld in groepsessies problemen aan te pakken. Daar is nood aan, want onder meer de coronacrisis heeft er stevig ingehakt bij jongeren. Het is niet gemakkelijk geweest voor onze jongeren. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar ook aandacht voor hebben. En vandaar dat ik eigenlijk ook wel vind dat de middelen die nu daarvoor vrijgemaakt worden ook symbolisch belangrijk zijn. Het is ook een erkenning voor de jongeren van ja, ook jullie psychologisch welzijn, het doet er echt wel toe. De middelen om sneller psychologische hulp te krijgen maken deel uit van het plan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke om psychologische hulp beter toegankelijk te maken. Maar zijn er ook voldoende psychologen beschikbaar? Die psychologen staan dan voor de moeilijke keuze om eigenlijk tegen een deel van hun patiënten te zeggen van goh, u gaat even langer moeten wachten, omdat we nu eigenlijk een deel van de capaciteit gaan vrijmaken om bij mensen tussen te komen om vroeger te interveneren. Dat is op zich een logische keuze, want op die manier ga je op termijn de wachttijden doen verminderen. Maar dat maakt ook dat we ook een investering nodig hebben voor die meer ernstige hulpvragen. En die is er voorlopig nog niet. Het is de bedoeling om die psychologische hulp aan goedkope tarieven aan te bieden. Maar hoeveel het precies zal kosten, is nog niet duidelijk. Vlaams minister van Onderwijs, Ben Wijts, vindt het een goed plan. Omdat het de drempel verlaagt om naar een psycholoog te gaan. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 bij jongeren. Wijts vraagt wel uitdrukkelijk om de sessies bij de psycholoog buiten de lesuren te organiseren. School is nog altijd een plek om te leren, om kennis en vaardigheden te verwerven. En dus het is geen welzijnsinstelling.
UNICEF schrijft in een rapport van vorig jaar over zelfmoordpreventie heel expliciet. Scholen mogen zich niet enkel inzetten op kennisoverdracht. Ik denk dat scholen in essentie een kernopdracht is leren, kennis bijbrengen, vaardigheden bijbrengen. En ik denk dat dat in het verleden al is ondergesneept ten voordele van andere taken. De topman van het gemeenschapsonderwijs pleit ervoor om het verbeteren van toetsen uit te besteden, zodat leerkrachten meer tijd overhouden voor andere taken. Studenten uit de lerarenopleiding of andere externen zouden toetsen kunnen verbeteren. De punten en inhoudelijke feedback geven ze dan door aan de leerkrachten. Uit een experiment van de hogescholen AP en UCLL blijkt dat leerkrachten op die manier 15% tijd winnen. Mochten we meer dan genoeg leraren hebben, zou ik hier ook niet zo hard voor pleiten, voor het uitbesteden van het verbeterwerk. Want ik denk ook dat leerkrachten dat kunnen doen, uiteraard, dat verbeteren. En misschien zijn er zelfs voordelen aan dat leerkrachten dat doen, maar de essentie van het verhaal is natuurlijk wel dat we een groot lerarentekort hebben en dat de mensen die er nog zijn, vandaag, leerkrachten, dat die overbelast geraken, waardoor dat er nog meer mensen uitvallen en het probleem groter wordt. De bomaanslag eergisteravond in Rusland tegen Darya Dugina was het werk van de Russische verzetsgroep Nationaal Republikeins Leger. Dat zegt tenminste de Russische politicus in ballingschap Ilya Panomaryov. Darya Dugina was journalist en dochter van de extremistische Russische nationalist Alexander Dugin. Op de plaats waar Darya Dugina om het leven kwam, op een dertigtal kilometer van Moskou, loopt het forensisch onderzoek naar de omstandigheden van de aanslag. Dugina zat alleen in de auto, maar mogelijk was haar vader het doelwit. Alexander Dugin is een bekende extreemrechtse Russische nationalist en samen met zijn dochter een voorstander van de inval in Oekraïne. Volgens een Russisch oud-parlementslid was de aanslag het werk van het Nationaal Republikeins Leger. De rechtelozen hebben het recht in opstand te komen tegen tirannen. Wij zullen Poetin afzetten en vernietigen. Het is een volkomen onbekende organisatie, als die organisatie bestaat. We hebben het nu net pas voor het eerst gehoord uit de mond van die Ilya Panomaryov. Dus de vraag is inderdaad, bestaat het? Hebben die mensen daadwerkelijk ook meerdere acties op hun konto staan? Of is het misschien alleen maar bluf en bedoeld om onrust te zaaien in Rusland? Ilya Panomaryov, hier op beeld van 10 jaar geleden, is een tegenstander van president Poetin. In Rusland vreesde hij voor zijn leven en daarom vluchtte hij naar Oekraïne, waar hij nu woont. In Singapore is homoseksualiteit voortaan niet langer strafbaar. Tot nu was seks tussen twee mannen er verboden. Maar volgens de premier van Singapore was de wet niet meer van deze tijd. Een uitbarsting van vreugde wanneer premier Lee op televisie aankondigt dat homoseksualiteit uit de strafwet wordt gehaald. The government will repeal section 377A and decriminalize sex between men. De wet die homoseksualiteit verbiedt in Singapore dateert nog uit de tijd dat het een Britse kolonie was. Maar de tijden zijn veranderd, zegt Lee. Most people accept that a person's sexual orientation and behavior is a private and personal matter. And that sex between men should not be a criminal offense. Ook in het eerder conservatieve Singapore werd de LGBTQ-gemeenschap de afgelopen jaren steeds zichtbaarder. En voor veel inwoners is dit dan ook een logische beslissing. 377A is a very outdated law. Actually, I've got a lot of gay friends. So I kind of feel that it is something that is totally justifiable. Maar legaliseren van het homohuwelijk is voor de regering een stap te ver. Under the law, only marriages between one man and one woman are recognized in Singapore. The government has no intention of changing the definition of marriage nor these policies. Zowat een miljoen tienermeisjes in Afghanistan kunnen niet naar school, simpelweg omdat ze meisjes zijn. De Taliban vinden niet dat meisjes een opleiding moeten krijgen. En ze hebben sinds maart alle meisjesscholen gesloten. Maar er is verzet. In clandestine scholen volgen meisjes stiekem toch les. Rudy Franks kon zo'n school bezoeken.
Hello. Hello. And what is going on here? Teaching. Yeah. You can come both. You can help each other. I can't very well speak English. Well, as مکتب خودتان میفهمم که طالب من اکادم باز ما یک مکتب ایجاد کردیم که طالب بالاتر از نمشاش من اینجا درس میخوانم. Is it important for you girls to go to school and later to university? Is that your dream? I think it is necessary for all of girls go to school and university because all of girls improve the country. نیمه از پایکار جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهد، دخترها تشکیل می‌دهد. وقتی که یا از سواد بهره نبرند، تحصیل نکنند، درس نخوانند، وقتی که کلان شوند بدون شک ما یک معلم زن نیاز داریم، دکتر نیاز داریم. My hobby. My hobby. Is. Is. Playing. Playing. Football. Football. از وقتی که من از مکتب باز ماندم در اینجا آمدم و بسیار خوش هستم که بعد این قسمت آمدم درس خواندم. What do you want to become? I want to become a judge in the future. I want to become a doctor in the future. You hope? You think it will come true? بله، yeah. 100% یقیناً. Yes, of course. One day. Maar voorlopig blijft onderwijs voor tienermeisjes verboden. Vorige week nog werd een andere clandestine school gesloten. Om niet betrapt te worden, moeten alle leerlingen zeggen dat ze alleen maar Koranlessen krijgen. Het wordt misschien wel de grootste uitdaging voor de Taliban om de nieuwe generaties meisjes onder de knoet te houden. خب طالبان میخواین با مو دید دیکتاتوری و استبدادی خودمو یک خوش از جامعه را چی کنن از تحصیل، از تعلیم، از کار، از تمام چیز منع بسازن و او میخواین که با گرفتن ما زنا حق تحصیل ما، حق کار ما چی کنن تمام جامعه را در کنترل خود بیرون نگر و My hobby is night is watching the stars and I like my teachers. What is your great ambition? My great ambition is I want to go to school again. We blijven in Afghanistan. Daar zijn minstens 20 doden gevallen bij overstromingen als gevolg van seizoensgebonden regenval. Bijna de helft van de doden zouden kinderen zijn. Duizenden woningen zijn volgens de plaatselijke autoriteiten beschadigd of vernield. Er is noodopvang, maar de hulpdiensten noemen de situatie zorgwekkend. Op de Filipijnen zijn miljoenen kinderen weer naar school gegaan voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie, meer dan 2 jaar geleden dus. Ook nu nog gelden daar strenge maatregelen. Kinderen moeten een mondmasker dragen, hun temperatuur wordt gecontroleerd en er is een maximum aantal leerlingen per klas. De hevige bosbranden in de Spaanse regio Valencia zijn nu onder controle, al gaat het blussen nog even door. De brand die vorige week uitbrak is de ergste die het gebied de afgelopen 10 jaar heeft meegemaakt. Bijna 20.000 hectare bos is verwoest. Er waren zo'n 1.500 mensen geëvacueerd. Zij konden intussen weer naar huis. Geen bosbranden, maar de droogte heeft ook bij ons een impact op de natuur. Sommige bomen laten nu al hun blaadjes vallen. Droogtestress bij bomen komt de laatste jaren al maar vaker voor. En het is geen goed nieuws voor onze bossen. Een geel blaadje dwarrelt stilletjes naar beneden. De boom wil er vanaf, want langs de blaadjes verdampt water. En dat heeft hij nodig om gezond te blijven. Het lijkt wel herfst die erg vroeg komt. Herfstverkleuring in de zomer. Het is een beetje een ongewoon beeld, maar niet onmogelijk. We hebben nogal droge jaren gehad en we zagen toen hetzelfde. Dus het is eigenlijk een soort aanpassing van bomen aan droogte. In het bos staan bomen dicht bij elkaar en creëren ze een soort microklimaat, waarin ze voldoende koelte en vocht krijgen. Maar aan de rand wordt het al moeilijker. We komen hier in een open plek in het bos en hier zijn de bomen meer door de zon beschenen, dus het wordt warmer, droger en ze krijgen meer droogtestress. En daardoor gaan we hier aan de rand van die open plek meer bomen zien die last krijgen van droogte, die hun bladeren vroeger laten vallen en dus een meer transparante kroon krijgen. Als dat jaren na elkaar gebeurt, gaan ze eigenlijk minder kunnen reservestoffen opstapelen dan dat er verbruikt worden om eigenlijk, ja, hun gezondheid te behouden. En ga je eigenlijk een achteruit gaan krijgen van de gezondheid. Als het dan stormt, waaien ze makkelijker om. Maar het grootste probleem is er voor de bomen buiten het bos. En zeker als de bodem minder vocht vasthoudt. Boom nummer 1 is een beuk, die is heel gevoelig. En na verschillende jaren van droogte
heeft hij zijn vitaliteit bijna volledig verloren en gaat hij binnenkort ook sterven. Boom nummer 2 en boom nummer 4 zijn platanen. Die komen uit een meer zuidelijk oorsprongsgebied en die zijn heel goed bestand tegen droogte en die zien er nog heel vitaal uit. Het bos en de bomen veranderen al maar sneller. We moeten dus rekening houden welke bomen we waar planten en vooral meer ontharden. So let me be your shadow. Let me be the only one. Oscar and the Wolf heeft dan toch een optreden gegeven op Pukkelpop. En dat werd gesmaakt. Straks een verslag. Maar eerst sport, Eddy. Ja. En wat minder gesmaakt, toch bij de supporters daar, is het voetbalspel van Standaar. Ja, het is kommer en kwel in Luik. Na 5 speeldagen heeft Standaar al 3 keer verloren en staat het mee onder in het klassement. De nieuwe Amerikaanse eigenaars hebben duidelijk nog niet voor een sportieve kentering kunnen zorgen. En de supporters beginnen te morren. Gisteravond leed de tienvoudige landskampioen zijn eerste thuisnederlaag van het nog prille seizoen. Tegen Oud-Heverlee Leuven werd het 1-3 op Sclessa. De spelers van Standaar krijgen gefluit en boegeroep naar hun hoofd wanneer ze na de match de supporters gaan groeten. Speeldag 5 en het is al crisis op Standaar. I'm totally understand it, you know, because this club has history, ambitions, and fans that is used to experience the big things. And I think, you know, that they say something after the game is totally understandable, and I have no problem with it. Met de nieuwe Amerikaanse eigenaars hadden de fans gehoopt dat het weer de goede richting zou uitgaan. De Roosjes domineren wel het eerste halfuur, maar scoren lukt niet. Waar Leuven daarentegen is een pak efficiënter. Bij de eerste echte aanval is het meteen raak. De verdediging van Standaar met 2 passen uit verband gespeeld. Torsteinsson met de 0-1. En dan zakt het als een pudding in elkaar bij de thuisploeg. Nog voor de rust maakt een Singi er na een knappe aanval 0-2 van. Diezelfde Nsingi krijgt begin de tweede helft rood na een horrortackle op het been van Shamir. Maar zelfs met een man meer kan Standaar het tij niet keren. Integendeel, na dombalverlies maakt Tamari er 0-3 van. Dit Standaar mist kwaliteit, ziet ook zijn trainer. We have to accept the situation we are in. This is the level we are at right now. And first of all, accept it. And then work from there. Een duidelijke roep om versterking. Veel supporters verlaten dan al het stadion. Ze zien niet meer hoe Emo van op de stip nog milder tot 1-3. Maar daar blijft het bij. Standaar begint het seizoen met 4 op 15. Gefluit dus. KV Mechelen en Westerlo hebben de zondagavond in de eerste klasse afgesloten met een knotsgek spektakelstuk. 5-4 stond er na afloop op het scorebord. En de held van de avond was de 18-jarige debutant Milan Robberechs. Een kwartier voor tijd is het 3-4 voor Westerlo, maar dan moeten de momenten van invaller Robberechs nog komen. Met deze kopbal maakt hij de 4-4. En nog is het niet gedaan. 5 minuten voor tijd wordt hij ook nog de matchwinnaar. Al ziet doelman Bolat er bij dat doelpunt ook niet al te best uit. Maar toch, Milan Robberechs zal zijn eerste competitiematch niet snel vergeten. Vanavond is Milan Robberechs een van de gasten in de eerste aflevering van Extra Time van dit seizoen. Aftrap voor de aflevering om 9:05 op Canvas. KV Mechelen en Westerlo zitten in de buik van het klassement. Oud-Heverlee Leuven schuift dat op naar boven. Standaar zit in de degradatiezone. 4 ploegen speelden niet afgelopen weekend. Dat heeft alles te maken met de Europese wedstrijden van vorige week en van deze week. De Europese kampioenschappen in München zijn afgelopen. In 9 verschillende sporten werden er de voorbije 11 dagen medailles uitgedeeld. In het atletiek was het voor ons land 2 keer prijs. Goud voor Nafitiam op de zevenkamp en zilver voor de Tornado's op de 4x400 meter. Er was vooraf wel op meer gemikt, maar toch zijn er ook hoopgevende prestaties, zoals die van gisteravond op de 4x100 meter. Zowel de vrouwen als de mannen sprinten daarin naar een 6e plek. De toekomst oogt mooi. De Belgische mannen lopen hun finale van de 4x100 meter als tweede van links. De Falcons sluiten hier een mooi kampioenschap af, waarin ze het Belgisch record scherper konden stellen tot 38-73.
Nog sneller lukt niet in de finale voor het viertal Van der Bemde, Merckx, Paco en Vlemings. Het goud is voor het Britse viertal, voor de Fransen en de Polen. De Belgen lopen naar een zesde plaats. We zitten in Europa na een half jaar trainen. Ik denk dat dat heel positief is. Zeker in onze tijd van de reeks maken we veel kans voor de World Relays. En dat opent dan weer deuren voor wereldkampioenschap Olympische Spelen. Dus sowieso een heel positief gevoel na dit kampioenschap. Ook de Rockets, de Belgische vrouwen, lopen hun 4x100 meter in baan 2. De eerste stokwissel verloopt niet helemaal zoals het hoort. De Britse en de Franse vrouwen halen de finish niet. De Europese titel is voor de Duitse vrouwen. Polen en Italië behalen zilver en brons. Ook het Belgische viertal Meehuizen, Kanza, Vinke en Rosius eindigt zesde. We zijn nog een superjong team. We zijn net begonnen. En dan mijn zesde plaats. We zijn zesde van Europa. Dat is eigenlijk gewoon zalig. Belgische vreugde daar in München. Op de 10.000 meter was er Belgische medaillehoop, maar Isa Kimeli heeft moeten opgeven. De Europese titel ging naar de topfavoriet, de Italiaan Yeman Crippa, die al brons won op de 5.000 meter. Kimeli loopt lange tijd goed mee voorin. Hij lijkt weinig last te hebben van de vele tempowisselingen. Kimeli krijgt ook nog steun van een andere Belg, Simon de Bonny. Maar dan stapt Kimeli plots uit de wedstrijd met een blessure aan de hamstrings. Ontgoocheld druipt hij af. Simon de Bonny wordt 13e. Michael Somers, nog een Belg, is 21ste. De Italiaan Yeman Crippa is de beste voor een Noor en een Fransman. Er vielen nog heel wat medailles te winnen op de slotavond in het Olympisch Stadion in München. Op de 100 meter hoorde, zonder Anzagré, pakte Piaz Krizovska in baan 6 het goud. De Britse favoriete Sember tikt een horde aan en verliest snelheid. Die kans laat de Poolsen niet liggen. De Nederlandse Nadine Visser valt net als 4 jaar geleden net naast het podium met amper 1/100ste van een seconde. In het hoogspringen is het goud voor de topfavoriete Mahutschik. Na zilver op het WK en brons op de Olympische Spelen maakt de Oekraïense het nu helemaal waar. Ze springt een foutloos parcours. 1,95 meter volstaat voor de Europese titel. Ook de Duitsers mochten nog eens juichen. In het speerwerpen is de gouden medaille voor Julian Weber. Bij zijn 4e poging overtreft Weber zichzelf. Hij gooit de speer bijna 88 meter ver. Extra leuk is het Europees kampioen worden voor tribunes vol met landgenoten. En dan heb ik even nog een praktisch momentje, Annelies. Ga niet zoeken naar de koers op 1 of op Canvas vanmiddag, want in de Vuelta is er een rustdag. Okay. De renners moeten van Nederland naar Spanje. Okay, dat is nuttige info. Dank je wel, Eddie. De band Arctic Monkeys mocht gisteravond laat het muziekfestival Pukkelpop afsluiten. De organisatie blikt alvast tevreden terug. Ze noemen het zelf een topeditie van Pukkelpop. En ook bij de festivalgangers hoorden we geen klachten. Zij konden gisteren onder meer ook genieten van Oscar and the Wolf. So let me be your shadow. Let me be the only one. Het was lang niet zeker of Oscar and the Wolf vanavond zou optreden. Door mentale problemen zegt de zanger Max Colombi al zijn shows deze zomer af. Behalve gisteren in Nederland en nu dus op Pukkelpop. De enige keer in België deze zomer. Mentale problemen lijkt het me toch niet simpel om hier dan voor zo'n publiek te staan en toch iedereen mee te krijgen met enthousiasme en zo. Dus dat is toch wel chic dat hij dat doet. Ik heb echt wel respect voor het feit dat je daar wel voor ons wilt staan. Dat apprecieer ik wel gewoon heel erg. Gisteren zat ik hier met een vriend. De laatste festivaldag begon al met een hoogtepunt. De Nederlandse Mo mocht de marquee openen. Het publiek zingt haar liedje Dat heb jij gedaan, luidkeels mee. Ik hoorde van mijn
geluidsman dat er 10 dB bovenop kwam, of zo, ongeveer. Dus dat mensen echt heel hard aan het zingen waren. En ik hoorde het ook keihard. Ja, dat was echt heel bijzonder. Het is dag 4 van het festival met lange dagen en korte nachten. En dat hakt erin. Het is stevig geweest gisteren in de boiler room. Het is toch wel pittig geweest, ja. De laatste dag is toch wel even afzien. Mogen we je ogen niet zien? Het valt nog mee, maar... De beste remedie is dan misschien wel het optreden van Joost Klein hier met YouTuber Acid op het podium. We openden dit journaal met een schietpartij in een woonwijk in Exaarde. Eén man verkeert in levensgevaar, een andere man, de dader, verschanst zich in een woning. De politie is massaal aanwezig om hem naar buiten te krijgen. Bedankt voor het kijken. Tot vanavond. Hoe het dan uit de hand is gelopen, dat weten we niet. In elk geval is er dan gevuurd. Het slachtoffer, dus die man van 42, is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. En vervolgens heeft de dader dan van die schietpartij zich verschanst in een woning hier in de wijk achter mij. Dus de politie is inderdaad massaal ter plaatse. Speciale eenheden ook die proberen om die man nu uit dat huis te krijgen.